Nou, de 5 minuten zijn nu voorbij. Dat waren uit mijn hoofd 4 vliegtuigen of zo. Maar soms heb je ook gewoon dat je. Dus zo langs die vliegt dan daar en de volgende kan je daar alweer zien vliegen. Dus. Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben Jerre. En vandaag is dan toch de dag dat, laten we zeggen, de vakantie met beide boten ophoudt. We gaan nu allebei de andere kant op en dan gaan we weer terugvaren naar onze thuishavens en dan is de vakantie weer voorbij. Dus ja, wij gaan zo er vandoor en dan komen zij een stukje achter ons aan, dit kanaaltje af. En daarna scheiden onze wegen elkaar. Doei doei! Dag! Nou, dat was dus voor ons het einde van de vakantie met de Busco. Ja, het is jammer dat ze weg zijn. Ik heb voor jullie niet heel veel ermee kunnen filmen, want ja, of we deden gewoon wat dingen met elkaar wat voor jullie niet interessant is. Gewoon een beetje rondhangen, gezellig hebben. Of we waren dan ergens in een museum of zoiets, maar dat was weer knetterdruk. Ik kon voor jullie weer niks filmen. Dus ik heb weinig voor jullie gefilmd helaas, maar ik vond het wel heel leuk allemaal. Dus ja. Nu varen we dit kanaal af. Misschien komen ze zo nog even een stukje achter ons aan. En daarna scheiden onze wegen echt. Kijk, daar hebben we Pampus. Gisteren zijn we zo gevaren. Nu gaan we weer terug, soort van. Maar dan gaan we om Pampus heen. En dan het IJmeer op en dan weer op het IJ en dan zo langs Amsterdam. En uiteindelijk gaan we richting Haarlem. We gaan niet tot Haarlem komen vandaag, maar gewoon die kant op. En we zien wel waar we uitkomen. Ik zal mijn kaartje erin zetten hier ergens of zo, of gewoon helemaal in beeld. Ik kijk wel maar waarin de route te zien is van wat we gaan varen. Of gevaren hebben uiteindelijk eigenlijk. Ik waai nu een beetje, maar nee. En dan daar zo die kant op zit ik weer met de sluis. Nu zitten we op het IJmeer daar door de sluis, dus komen we op het IJ. Maar het is wel grappig, want we komen nu weer langs deze vuurtoren. En toen we hier dus voor de eerste keer langs kwamen. Het is wel grappig, want we varen nu dus op het IJmeer en straks op het IJ. En we zijn nog langs Pampus gekomen. En dan ergens meer in het begin van de vakantie hebben we precies hetzelfde tochtje gevaren, maar dan de andere kant op. En ik ben die video vandaag aan het editen, dus dat is wel grappig. Dus ja, ik ben dus aan. We zijn nu dus achter tevoren aan het doen wat ik nu aan het editen ben, soort van. Nou, we komen nu weer bij deze brug aan. Dus daar moeten we heen. Daarna hebben we een sluis, dus ja. Ik ga nu wel weer eens een keer in de sluis filmen, dat is weer een tijdje geleden. En misschien zijn er mensen die nog niet zo lang geabonneerd zijn, die kunnen ook zien hoe we door de sluis gaan. Nou, de brug is open, nu door naar de sluis. De sluis is open, dus we gaan erin en dan zullen we eruit natuurlijk. Thank you.
We kunnen nu de sluis eruit varen. En ja, dan varen we een stukje verder door Amsterdam. Dus ja, het was net in de sluis, was het even twijfelachtig of we nog bij zouden passen. Dus hebben we in deze sluis ja, twee paar deuren eigenlijk. Dus zodat ze voor kleine hoeveelheden boten kunnen ze de ene paar deuren. En voor een grote hoeveelheid gebruiken ze de deuren daarachter. Nu lagen wij tegen de extra deur aan, een soort van. Dus het was echt heel kritisch of gepast. Maar het is, heeft, ja, het heeft gepast. Anders hadden we nu een hele ronde moeten wachten. Nou, wij nog steeds flink door. We gaan nu nog een stukje over het IJ varen. En ja, dat hebben we al een keer gedaan op de heenweg. Dus dat ga ik niet filmen. Maar we gaan nog even met de andere kant de af richting Haarlem. Dus zal ik nu bij je filmen. Hey, kijk, de vorige keer dat we de Amsterdam voeren, kwamen we langs dat gebouw. Kwamen we daar zo naar buiten. Want we waren s'nachts dwars de Amsterdam heen gegaan. We kwamen dus daar het IJ op. Nu gaan we verder varen die kant op. In plaats van daarheen waar we dus vandaan komen nu. En de vorige keer gingen we die kant op. Nou, tot nu toe hebben we de hele tijd op het IJ gevaren. Maar nu gaan we eraf. Tenminste, we gaan ja, een soort afslag nemen wel. Ik weet eigenlijk niet hoe het hier dan heet. Maar ja, dat is richting Haarlem. Nou, we dachten dat deze brug pas om 7 uur 's avonds open zou gaan, maar dat was dus niet zo. Ze waren al helemaal bezig om daar aan te gaan leggen en toen ging die ineens open. Dus ja, nu kunnen we er toch wel doorheen. Dus dat is op zich mooi, maar dan moeten we wel weer helemaal hier uitmanoeuvreren en er doorheen. Maar dat is al bijna gelukt. Eigenlijk. We hebben ze lager gehad alweer vandaag. Nou, we komen nu weer bij een volgende brug aan. Maar deze duurt nog even dat die open gaat. Dus we gaan eventjes hier aanleggen en dan wachten tot die op een gegeven moment wel een keer open gaat. Nou, we liggen hier nu vast. We moeten hier even een tijdje wachten. Het is nu 4:50 en 7 uur gaat deze brug open. Dus we moeten nog wel eventjes wachten helaas. We liggen hier nu eens te wachten op de brug. En dat is redelijk dicht bij Schiphol. En er komen dus ook de hele tijd vliegtuigen langs. Gewoon echt heel veel. Ik ga nu eens kijken hoeveel vliegtuigen er in 5 minuten langskomen. In elk geval, dat is de eerste. Ik weet niet of je hem ziet. Al. Daar. Dat is de eerste. En ik ga kijken hoeveel ik er in 5 minuten kan spotten. Daar hebben we de volgende. Als een KLM zo te zien. Nou, daar heb je er weer één. Kijken, zo. Hij stelt scherp op iets anders, maar goed. Daar heb je er weer één. En alweer één. 5 minuten zijn inmiddels al wel bijna voorbij, maar... Misschien komt er nog eentje aan binnen die 5 minuten. Nou, de 5 minuten zijn nu voorbij. Dat waren uit mijn hoofd 4 vliegtuigen of zo. Maar soms heb je ook gewoon dat je. Dus zo langs die vliegt dan daar en de volgende kan je daar alweer zien vliegen. Dus het gaat echt af en aan. Nou ja, ik wil zeggen af en aan, maar eigenlijk alleen maar aan met vliegtuigen. Dat is echt heel veel. Nou, het is 7 uur, dus die brug die gaat zo open als het goed is. We zijn al los inmiddels. Nu moet de brug nog even open. Hij staat nog op rood, maar het zal vast niet lang meer duren. Yo, daar gaat de brug hoor. Kunnen we zo doorheen.
eindelijk. We hebben al een paar uur liggen wachten inmiddels, maar gaat eindelijk open. Nou, daar gaan we hoor. Eindelijk. Nou, we liggen hier inmiddels in de sluis. Het gaat alweer dicht daar ook. Dus ja. Even wachten tot die open gaat. Mensen moeten eerst nog sluisgeld betalen. Daarvoor moeten we waarschijnlijk helemaal zo omlopen naar dat huisje. En daar moeten we sluisgeld betalen ergens, geloof ik. Nou, we gaan alweer open. Dus dan kunnen we zo weer losgooien en weer verder varen. En dan nog. Ja, hopelijk nog een klein stukje varen dat we dan ergens een plekje kunnen vinden om de nacht door te brengen. Nou, dit is de laatste brug voor vandaag waar we tussendoor gaan. Hierna gaan we ergens een lichtplekje zoeken. Eindelijk, inmiddels is het 8:30, dus het werd wel tijd. Nou, na een hele tijd zoeken naar een plekje kunnen we eindelijk hier liggen. Hier is het wel weer een hele kale ruimte. Nou ja, even aanleggen en dan kappen we ermee voor vandaag. Nou, eindelijk, we liggen. Het was nog even gedoe. We lagen eerst precies met de bazaan in die boom. Dat hebben we inmiddels opgelost. Maar er was nog gedoe met waar we de alle lijnen kwijt konden. Er waren te weinig ringen om haar vast te maken. Dus hebben we uiteindelijk deze lantaarnpaal maar gebruikt. Maar goed, we liggen inmiddels vast. Dus dat is mooi. Nou, we liggen hier dus nu in Haarlem. Het heeft geduurd ongeveer tot 9 uur tot we daadwerkelijk vast lagen en soort van klaar waren voor vandaag. Dus dat was best wel lang. We hadden gepland ongeveer tot 4, 5 uur door te gaan. Uiteindelijk is het dus 4 uur later geworden, maar goed. Het is allemaal gelukt, dus ja, daar gaat het om. Dan nu sluit ik de video af, dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer je hier beneden op mijn kanaal. Dan zie ik jullie morgen weer bij de volgende video. Joep!